Laurens, nog even terug naar het begin van je loopbaan bij Lokeren. George Lekers was de trainer, die haalde jou heel vroeg bij de selectie. Ja, die haalde me heel vroeg bij de selectie, inderdaad. Ik denk dat ik toen, als mijn eerste training was, was ik nog geen 16 jaar, denk ik. En dan heb ik wel een aantal wedstrijden meegepikt, maar ik was nog geen 16, dus dan mocht ik nog niet op de bank zitten. Maar wou hij me wel al bij het team om me eens te laten voelen hoe dat alles eraan toe ging en een beetje bij de jongens. En dan, als ik 16 was, ja, volwaardige A-kern speler geworden. Het was wel een heel veelbelovend begin in ieder geval. Ja, dat was mooi. En ook George Lekers was ook een grote naam in Belgisch voetbal. En het is altijd wel leuk als je dat vertrouwen krijgt. Ja. Nou, Anderlecht had toen interesse, het werd toch Club Brugge? Ja, dus inderdaad. Het was een beetje een touwtrek van beide teams. Maar ik heb dan uiteindelijk toch voor Club Brugge gekozen, omdat daar toch wel het beste gevoel bij had. En, het was ook iets makkelijker om naartoe te gaan van thuis uit. Dus de keuze is dan op Brugge gevallen. De volgende stap was natuurlijk het Engelse voetbal, Leeds United. Hoe heb jij het Engelse voetbal tot nu toe ervaren? Ja, het Engelse voetbal is vooral druk. Het is ook alleen maar voetbal dat daar leeft. En, het is wel een leuke cultuur om in te spelen en een leuke cultuur om mee te maken. En, het is vooral het echte voetbal zoals je het kent dat daar wel leeft. Dus wel positieve dingen. Ja. Dan ben je verhuurd terug naar België, Oostende, maar ook naar Southampton. Nu is het ADO Den Haag. Waarom ADO Den Haag? Ja, ik zocht gewoon nu op het moment een club dat een beetje dichter bij huis was. Dat iets makkelijker te combineren was met mijn gezin ook. En, ADO was dan een optie en ik had dan een gesprek gehad met de trainer en hij had mij een goed gevoel gegeven en ook van de missie om erin te blijven. En het sprak mij wel aan en daarom heb ik voor ADO gekozen. Niet de makkelijkste periode van de club, hè, want er moet keihard gewerkt worden tegen degradatie. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, het is een beetje met ups en downs geweest, denk ik. Vooral thuis hebben we wel getoond dat we zeker de capaciteiten hebben om in de competitie te blijven. En misschien ook wel verdienen om in de competitie te blijven. En, alleen uit is het een beetje de resultaten vooral tegengevallen. Maar oké, ja, dan moeten we verder thuis met de supporters achter ons. Proberen elke punten die we kunnen nemen te nemen en hier thuis te houden. En ik denk zo dat ons wel gaat lukken. Ja. Het begon allemaal gelijk heel heftig bij ADO Den Haag. Want de eerste wedstrijd die je speelde, RKC, ja, die speelde gelijk op de plek van de aanvoerder die er al jaren stond. Ja, maar het is nog altijd de ploeg in de Eredivisie en denk ik maak hem sterker en hij maakt mij sterker. En een beetje concurrentie is niet altijd slecht. En zoals je ziet ook de laatste wedstrijd tegen Vitesse en nu ook in Sparta hebben we gewoon samengespeeld. Dus dat lukt ook perfect. Ja. Nu komt PSV op bezoek. Ja, dat is geen makkelijke tegenstander. Nee, maar ik denk in de positie waar we nu staan. Is elke tegenstander niet gemakkelijk, maar natuurlijk PSV is een club met een grote geschiedenis en een grote ploeg waar we voor staan. Maar ik denk dat thuis alles mogelijk is en dat we van iedereen kunnen winnen. Heb je ook het gevoel de afgelopen week tijdens de training, spelers, dat er misschien wel een verrassing in zit zaterdagavond? Ja, tuurlijk. Daar hoop op en dat zit ook in ons achterhoofd dat we het moeilijk kunnen maken en de verrassing dat is waar we voor doen. Ja. Het is ook belangrijk, want een resultaat halen, het maakt alles voor de ploeg, zeker wat het zelfvertrouwen betreft, natuurlijk heel belangrijk. Ja, tuurlijk. En als je dat resultaat thuis kan houden, en dan zeker tegen PSV, zouden we dat wel kunnen meenemen naar de volgende wedstrijden. En het zou leuk zijn voor ons om de 3 punten te halen. En we gaan er alles aan doen, maar we zullen moeten afwachten tot morgen. Hè.